Hallo allemaal en welkom terug op mijn kanaal. Ik ben Natasja en dit is het kanaal NW. Ik heb inderdaad sinds deze week een nieuwe naam, een nieuwe banner. En dat komt omdat ik tegenwoordig dit kanaal alleen doe. Lang verhaal kort. Rebecca had er gewoon te weinig tijd voor en ik ga het nu gewoon in mijn eentje doen. Natuurlijk zijn er nog tags en challenges die ik gewoon met Rebecca zal doen. Maar vooralsnog zijn alle video's gewoon van mijn kant. Omdat het bijna kerst is, maar ook bijna oud en nieuw, heb ik vandaag voor jullie een make-up look die je bij zowel kerst als oud en nieuw zou kunnen dragen. Er zijn genoeg feestjes volgens mij met kerst en oud en nieuw waar je naartoe zou kunnen en waar je deze make-up look zou kunnen dragen. Ik persoonlijk blijf gewoon lekker thuis. Maar als jij nou een feestje hebt en je vindt het leuk om lekker een beetje los te gaan met make-up, dan kun je deze look namaken of in ieder geval de inspiratie van opdoen. In mijn vorige make-up look van de kerst was allemaal een beetje basic met goud en brons. En dat is echt leuk als je voor twee schoonfamilie gaat eten of gewoon lekker thuis. Maar deze make-up look is meer voor als je naar een party gaat met kerst of oud en nieuw. Vind jij het nou leuk om te zien hoe ik deze paarse make-up look heb gemaakt? Blijf dan vooral lekker kijken. Veel plezier! Bekend verhaal, ik begin met foundation. Dit is, as usual, de Infallible 24 Hours Foundation van L'Oreal. Verder met concealer. Dan poeder ik het geel af met poeder van Catrice. En bij hierbij heb ik pen geraakt. Yay! Omdat het natuurlijk een beetje de party versie is van de kerst oud en nieuw look, poeder ik het geheel goed af. Anders heb je kans als je naar je feestje gaat dat je alles kwijt bent na een half uur. Dan ga ik verder met de wenkbrauwen. Die zet ik iets sterker aan dan normaal. Dan is het tijd voor de ogen. En ik ga vandaag voor een paarsachtige make-up look. Geen idee waarom, gewoon paarsachtig, kerstig. Nou ja, misschien is dat mijn associatie ermee, maar jou niet. Zou natuurlijk kunnen. Ik ga in ieder geval voor paars. En op het bewegend ooglid ga ik eerst deze paarsachtige kleur aanbrengen. Van het set Makeup Revolution London Redemption Palette Iconic nummer 3. En die breng ik aan op het bewegend ooglid. Daarna breng ik deze paarse kleur van Bourjois aan. En dit is de kleur Violet Dive in 61. En die breng ik aan op de zijkant. Ik blend hem ook alvast een klein beetje door in de crease. Zodat ik zo meteen daar vast een basis heb. En deze kleur ga ik aanbrengen over het geheel. Dan pak ik mijn blending brush van Suva en daarmee pak ik de donkerste kleur paars. En die ga ik in de arcadeboog blenden. Daarna breng ik met deze kwast dezelfde donkere kleur aan, maar dan onder mijn oog. Dan vind ik het allemaal wel paars genoeg. Mocht jij nou denken, het mag allemaal nog wel ietsje heftiger of ietsje minder heftig, kun je natuurlijk altijd de kleurgradaties aanpassen. Je kunt hem altijd donkerder of minder donker maken naar je eigen keuze. Ik ga nu verder met eyeliner. En daarvoor gebruik ik de Catrice Eyeliner Pen. Oh, snor. Yeah.
Oké, de wing is uiteindelijk toch ietsje groter geworden dan ik gepland had. Maar who cares, het is een feestje. Kan allemaal. Verder met mascara. En ik gebruik wederom de Maybelline Colossal Go Extreme. Dan gaan we verder met de rest van het gezicht. En ik ga eerst verder met een bronzer. Om mijn wangen een leuk kleurtje te geven gebruik ik de Heatwave nummer 10 van Essence. Omdat het een feestje is, is het natuurlijk tijd om te highlighten. En daarom gebruik ik deze highlighter van de HEMA. En ik weet niet wat voor kleur het is of zo, staat er allemaal niet op. Maar die shined als malle. En als laatste is het tijd voor de lippen. En omdat de ooglook al vrij heftig is, ga ik gewoon voor een lipgloss. Dit is de Liquid Lip Shine van New York Color in de kleur Rockefeller Red 589. Dus dit is de uiteindelijke look. Hij is misschien een beetje donker, misschien een beetje heftig. Ik hoop dat alle kleuren goed zijn overgekomen, ook op de camera. Het is wel duidelijk echt een paarse ooglook. Vond je dit nou een hele leuke video? Vergeet dan vooral niet het duimpje omhoog te doen en op mijn kanaal te abonneren. Ik zie jullie volgende week weer. Bedankt voor het kijken. Doeg!